Goedenavond, dit is het Heuvelandnieuws van zaterdag 27 januari. In een bomvolle tent op landgoed Van Sartelt was vrijdagavond de finale van het Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours. Er deden ook artiesten mee uit het Heuvelland. Andy en Roy, Springlijvend en Veerton. Ze moesten genoegen nemen met een 7e, 9e en 11e plek. Na een zenuwslopende halve finale stonden Andy en Roy in de echte finale. Ze traden op met het nummer Made in Limburg. Ja, spanning. Ja, niet voor het optreden zelf, maar de spanning begint meestal bij de puntentelling. Want dan kreeg ze eigenlijk pas, ook van de hoogste jury te werden, wie hebben ze erin gedeeld. Ja, en vervolgens natuurlijk, ja, net niet bij de top 5, 8e of wat we over het 10, dus dat is een 7e. Ja, 7, ja, dus van de hoogjury. Dus dan ben ze al blij dat ze genoeg sms-stemmen hebben gekregen van de lui die allemaal doen sms'en. Want anders gaan we misschien wel net niet gehad. Het nummer, Made in Limburg, is geschreven door Bas Kuiltjens en Mark van Mullekom. Die mannen hebben wel een behoorlijke trekrekker, voor die hebben een aantal grote hits geschreven. Ze zijn wij die dit is afgelopen jaar met gaan samenwerken. En Made in Limburg, Bas de Riemers, die wil altijd met een thema werken. En ik stuurde een berichtje van jongens, wat vind je van Made in Limburg? Dat is Engels, dat is wel spannend. Of we dat durven. Ja, en hij zegt dan met geit Made in Limburg. Het keertje in de kraag zegt, Made in China, Made in... Veer zijn allemaal Made in Limburg. Oh ja, dat klinkt wel goed. Ja, en gewoon die mannen gewoon stoeien. En dan komt deze geweldige tekst en muziek. Ik heb dat over. Na de uitslag kwam er veel kritiek op de stemprocedure. Onder het publiek was Van Lieshout een 8 favoriet, terwijl de jury de meeste stemmen gaf aan Spik en Span, die uiteindelijk wonnen. Na de uitslag werd er gejoeld. Kan niet. Nee. Kan niet. Schoon. Nee. Mega ons motief. Dat moeten jullie, ik snap dat, er is zoveel sentiment bij. Ja. Hoe het dan met hem ging, Van Lieshout en Afs. De jongens worden publiekslieveling. En dat wordt duidelijk. Maar de kinderen niet, kon boel op. Dan moest ik het verplaatsen in een artiest van de tijd. De Spring en Span zijn topgasten. Maken prachtige muziek. Die verdelen niet. En de boel op begint even een run. Maar het boel op begint even dat de mensen het niet eens zijn over de punten die gegeven worden. Ja, dat, ja, als artiest zijn veer houden. De plaatsvervangende schaamte, het was een zachte grond. En op te rijden dat we de Noor eigenlijk met alle artiesten zakten zo. We gaan nu het podium op, we gaan samen feestvieren. En we laten zien dat we zijn allemaal vrienden aan elkaar. Dat is al een artiestendek. We stonden allemaal samen, we zijn feestvieren samen. We zijn allemaal hobbyisten, ja, die bevoorrecht zijn dat we dit optreden mogen doen in de AVK. Dat zijn de finale mogen stonden inderdaad. En een feest mogen geven voor de nu aanwezig en de nu toe. Want ja, de wint één leedje, maar uiteindelijk is iedereen wat nou eindkeuze gewoon tweede geworden. En Roy eindigde op de 7e plaats, Springlijvend op de 9e plaats en Veerton uit Bergen en Terblijd op de 11e plaats. De gemeente IJzermargraat wil de overeenkomst met de eigenaar van Hotel Grootwelze en het klooster Rijckholt verlengen. Sinds december 2022 worden in het hotel en het klooster Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De huurovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaar eindigt binnenkort. De opvang van Oekraïense vluchtelingen zal naar verwachting tot minimaal maart 2025 gecontinueerd moeten worden. Daarom wil de gemeente de overeenkomst verlengen. De eigenaar heeft bij de gemeente het voorstel gedaan om de overeenkomst voor het hotel met 4 jaar te verlengen en die van het klooster vooralsnog voor 1 jaar. Op 20 februari zal tijdens de raadsvergadering hierover een besluit genomen worden. Er is witte rook. Het Oud-Limburg Schuttersfeest gaat naar Doenraden. Nadat Nederweert de opdracht voor de organisatie had teruggegeven, hebben 6 schutterijen uit Beekdalen de organisatie opgepakt voor een nieuwe editie van het Schuttersfeest. Meerdere locaties zijn onderzocht. De landerijen aan de Vielderweg en Klauzerweg zijn volgens het bestuur het meest geschikt. Het OLS vindt plaats op 7 juli. Het zuidelijk Maasdal, dat loopt vanaf IJzer tot aan Volwammes en Geulen, moet in de toekomst opgewassen zijn tegen de hoge waterstanden van de Maas. Hiervoor zijn plannen gemaakt waar onlangs iedereen op kon reageren. Er kwamen 27 reacties binnen. Ze waren suggesties voor mogelijke oplossingen voor de opgave in het project. Daarnaast waren er verzoeken om rekening te houden met andere projecten en ontwikkelingen die spelen in het gebied. Tijdens het project worden meerdere dijken aangepakt om de hoogwaterveiligheid te verbeteren.
Bert Ummels uit Bunde heeft gisteren de Mars naar Erepenning mogen ontvangen. De 67-jarige krijgt de penning voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de Bundense gemeenschap. Zo zet hij zich in voor carnavalsvereniging De Havermennekes en buurtvereniging De Burgt, waar hij onder andere busreizen en de Sinterklaasintocht organiseert. Daarnaast is hij momenteel ook actief als raadslid voor lokaal DNA. En dan nog het weer. Morgen is het zonnig, maar in de middag komt er meer hoge bewolking. Het blijft de hele dag droog. Het wordt overdag een graad of 11 en in de nacht vriest het enkele graden. De wind is maar zwak, kracht 2, en varieert tussen zuid en oost. Maandag is er in de ochtend nog af en toe zon, maar later is er vrij veel hoge bewolking waar de zon af en toe maar moeilijk doorheen kan komen. Uit die bewolking valt echter geen regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Er is geen nachtvorst meer en de minimumtemperatuur is ongeveer 6 graden. Er staat een matige wind die uit een zuidwestelijke richting komt. En tot zover het Heuveland nieuws. Zometeen na de reclame kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuws aan tafel. Daarin bespreken we het gemor over de tickets van het Ouwieverbal. Ja. Maar het is niet het Ouwieverbal. Nee. Wat s'avonds gebeurt in Valkenburg, dat heeft heel weinig met Ouwiever te maken, met Ouwieverbal te maken. Dat is gewoon een feest. Ja. En we hebben de laatste jaren gezien en ook mogen meemaken dat er steeds grotere feesten georganiseerd worden rondom carnaval. Morgenavond om 7 uur zijn we weer met het Heuveland nieuws. En ik wens u nog een hele fijne avond.